Yes, vanaf nu is de Premier League alleen maar te zien op Viaplay. Maar vandaag een speciale editie van de Premier League hier op Touzani TV. Vier clubs uit de Premier League gaan strijden om deze Premier League Cup. Liverpool, we hebben Tottenham Hotspur, Manchester City en Manchester United. En speciaal uit Engeland ingevlogen ballenjongens en ballenmeisjes uit de Premier League. En samen met Randy van Los Barranderos zijn wij de scheidsrechters. En alle Los Barranderos members zijn vandaag kapitanen. Darko, jij bent captain van Liverpool. Hoe voelt het om aanvoerder te zijn? Very good. You have a very good team. Who is this man? Bilal. This guy? Oh, Ayoub. Ayoub, ja. Yeah. Ayoub, the monster. Hey, Bilal en Ayoub zijn gewoon herenigd. Hè? Ja, dat zijn gekke combinaties. Hè? Ja. En we hebben een van de beste keepsters van Nederland. Maar ze is ook de meest technische. Laat even een Touzani Around the World zien. Oeh, wacht maar. Darko, nu jij. Weg. Rendo, Capitano, Manchester City, Fernandinho. What's up, man? Stel even je team voor, man. This is my man, Jaden. A very good player. He knows what he does with the ball. He's great. This Rosalie, Lightning. Very fast with the... Luister. Ik ga deze video volgens mij editen. Ik heb geen zin in die ondertiteling en zo. Praat gewoon Nederlands. Okay. Hey, nice. Oké. Hey, ga je mijn flesje? Ik zie je via het scherm. Ik ben Soufiane Touzani, a.k.a. de Quizmaster. En naast mij assistent Randy Koetsier, all the way from Almelo. 30 seconden de tijd. Belangrijk, wie deze quiz wint, mag straks een joker inzetten tijdens de wedstrijd. En die joker is een shootout. Ik heb trouwens Premier League kaartjes. Goed, jij zegt go, hè? Oh, je bent er ook nog. Bruh. We gaan beginnen in 3, 2, 1. Wie is de nieuwe spits van Liverpool? Welke spits? Inderdaad, Nunez. Welke spits van Liverpool vertrok naar Bayern München? Mané. Noem zoveel mogelijk spelers die voor Liverpool spelen aankomend seizoen. Van Dijk, Salah. Alisson, Adrian, Gomez, Matip, Jota, Robertson, Alexander-Arnold, Keita, Jota, Thiago, Luis Diaz, Fabiano. Dat was het niet. De Griek. Randy Koetsier, kom eens hier. Randy Koetsier, kom eens hier. Right. Jij hebt gekeken, hè? 30 seconden de tijd in 3, 2, 1. Wie is de nieuwe spits van Manchester City? Haaland. Erling. Met hoeveel punten verschil won Manchester City de Premier League afgelopen seizoen? 1. Noem zoveel mogelijk spelers die voor City spelen aankomend seizoen. Diaz, Ederson, De Bruyne, Rodri. Ederson, Steffen, Cancelo, Laporte. Hey, zag wat, Ake. Mares. Nee, man. Tijd is op. Tijd is op. Jullie zijn op. De joker gaat naar Liverpool. We gaan zo man met de wedstrijd. Premier League. Boys and lady. When you walk on the streets. And you run, we never walk alone. Ik wil winnen van Manchester City. We zijn sowieso kampioen. Zet even een duizend op pokoe. Zijn jullie ready? 3, 2, 1. Liverpool. Hey, zeg maar warming up. Ja, Darko, een goede warming up is super belangrijk, maar daar kom jij later nog wel achter. En terwijl de andere jongens de warming up wel serieus nemen, is Randall bezig als kapitein van Manchester City om zijn team klaar te stomen voor de wedstrijd. Ik vertrouw in ons. En je moet echt even goed horen. We hebben Ayoub, het monster, Darko, Bilal. Jullie hebben een groot probleem. Omdat wij in onszelf geloven. Wij zijn Manchester City! Oké, we zijn beide de scheidsrechter, maar er is maar één de baas. Wie is dat? Jij, man. Hey Randy, ga jij nog opletten of wat? Oh yeah. Wat er ook gebeurt, luister naar mij. Wil je loslaten of niet? A few moments later. Ga niet voor prat, wij gaan winnen. Jij moet even dimmen. Ja, en jij moet even pinnen. Kleine jongen! Ik heb Ayoub, papa! Jongens, het begint opeens. Hey, de wedstrijd gaat bijna beginnen. Het begint opeens warm te worden hier. Niet aanraken, broer. Wat wil altijd zeggen? Wat zeggen we altijd? Kleine jongen! Wat zou je doen als je groot bent? Ik zou niet klaar gaan. Je gaat zien, die man doet stoer. Er is één man gefocust. Pa! Allee, hey, volg me op Instagram, dan fucker.
Eindelijk is het zover. Verenigd als de staten op de straten van SC Straat naar de Premier League. Bilal en Eyoub zijn samen. Dodelijke combinatie. Zoveel comments gezien. En nu is het zover. Wil je ze pakken of wat? Waar moet ik het tegenstander op? Oh, je bent veranderd, man. Eerst was we pakken we ze met vuur. Oké, we pakken ze. Makkelijk. Hij had net die grote mond tegen Rarko, maar hij is de nee. op de bank zit. Regel het. Hij zegt, je zit op de bank, maar hij is niet eens bank. Laat maar spelen met rust. Dit doet wel de hoofdscheidsrechter. Ik hou van jou, maar niet zoveel dat je dit mag overnemen. Oké, Mats versus Eyoub. Ooit waren jullie goede teamgenoten, nu zijn jullie tegenstanders. Willen jullie nog wat tegen elkaar zeggen? Nee. Niks? The game is on! Go! Eyoub zet druk op Rendel. Rendel door Rosario. Eyoub gek! Eyoub pakt hem af. Oei! Ja, assist op Rosario, die gaat scoren! Ja. Eerste halve finale, City tegen Liverpool. Zometeen de tweede halve finale, Spurs tegen United. En de winnaars van beide wedstrijden spelen de finale voor de Premier League Cup. Rarko tegenover Mats. Rarko! Oh! Ah, joh! Het lijkt erop alsof Rarko een beetje tijd nodig heeft en dan kan hij weer gaan spelen. Goed zo, Jay afmaken! Jay! Tuurlijk Jay! Hey! Oh! Golasso bij Eyoub het monster. Eerst waren ze teamgenoten, nu zijn ze tegenstanders. Gekke beweging. Oh, Jay zit ertussen. Schiet hem! Eyoub gaat. Dat is met jou goed. Nou, als ik last niet lach, dan ga je niet lachen. Hè? Dit is zo nonchalant. Op jouw peuna, man. Op Taliro. Oh, nee, broertje. Rarko, oei, hij vergeet de bal. Bal door de benen van Rosalie. Oh. Hey, boys. Oh, Rendel met een gekke actie. Oh, Rosalie, haar tweede doelpunt komt eraan. Op de bal. En Jayden. Eyoub. Bam. 3-3. Onder druk gezet door Bilal, maar ze heeft hem. Ja. Schiet. Rosalie met links. Ja. Rarko, oh, sliding al. Vurige wedstrijd. Goeie loopactie. Bilal had hem gevonden, maar de bal op de paal. Taliro. Oh, dat is gevaarlijk. Nu, onder druk gezet, maar dan komen ze uit. Rendel tegenover Rarko. Rarko zit ertussen. Taliro, hey, hoe bij zich? Ja, die scoort. Rendel is boos. Kijk naar Rendel. Hij is super. Ja, kom op, schiet die bal gewoon daar, man. Op jouw peun, man. De captain tegenover. Oh, golazo. Hey, ga, spel. 5-4. Jayden aan de binnenkant. Goed ingespeeld. Aanname. Het is handsbal. Handsbal is shootout. Hey, kom op, keeper. Kom op. Jee. 5-5. Even belangrijk om te weten. Liverpool heeft natuurlijk nog steeds de joker. Hè? Die kunnen ze gewoon inzetten wanneer ze willen. Omdat ze die quiz hebben gewonnen. Oh, doelpunt. Goed zo. 6-5. Had jij? Ja, 6-5. We hadden hem op de andere camera. Heerlijk. Jij, oh, mooie actie van Eyoub. Akram met het schot. Rarko, eerste doelpunt. 6-6. Oké, 6-6. Jayden tegenover Rarko. Ja, de twee Bradas. Rarko zit ertussen. Oh! Kom op. Hey. Jelle. Vragen! Eyoub houdt Rendel vast. Ik weet niet of ze in Amsterdam met horloges spelen tijdens de wedstrijd. Maar dat gaan we niet doen. Even wachten. Even mijn Apple Watch opzetten, mijn nieuwe Apple Watch. Ah, weg! Rendel tegenover Rarko. Hij stuurt zijn mannen weg. Hij wil ruimte. 1-1. Oh, Rarko heeft hem. Ja! Rosalie. Ze kopt hem. Nee, niet slim! Oh. Rendel, oh, mooie bal zeg. Jayden tegenover Bilal. Goeie steekpas. Oei. Goeie bal. Eyoub het monster. Oh, dat doet hij simpel. De joker wordt nu ingezet. Trouwens, heb je gezien hoe krom deze lijn is? Kom even staan, cameraman. Kijk even. Wie heeft deze lijn gemaakt? Dit is toch geen Premier League, dit? Dit is Sunday League. Eyoub het monster. Rendel tegenover Eyoub. Rendel. Oh! Ja! Emotie van Rendel is prachtig. Goed gedaan. Eyoub. Oh!
Hey Joep, zeg even sorry tegen die paal. Jaden, je moet me assisten. Oh, pas op voor elkaar. Oh, hey Joep. Ja, voordeel. Paal. Wieler op de lat. Oh, ja, ja. Rako, hey Joep. Tegenover Rendel. Hey Joep heeft. Hey Joep schiet. Poef! Wat doet hij? Zeg sorry tegen die lat. Oh, mooie bal van Bilal. Rako met de punt. Bro, wat een lelijke punter zeg. Heb jij wel een punt? Rendo tegenover Ayoub, het monster. Mooie bal! Oh. Dat was weer die combinatie van Ayoub en Bilal. Akram zit ertussen. Ayoub, boy, pas op. Op balbezit. Ja! Oh, shuffle. Rako. Handig. Lekker jongens, sportieve tijd. Hij is moe. Hij heeft verloren en ze liggen eruit. Geen finale, man. Oh, geen finale. Oh, zijn we gewoon eruit? Ja, eruit. We gaan naar de volgende wedstrijd. Tottenham komt met een ijzersterk team. Achie, de capitano. Voor het eerst mag hij eindelijk aanvoerder zijn. Koen Zitoen, jij bent capitano van Manchester United. Zeg maar old school Edwin van der Sar. Schmeichel. Stel even snel je team Bartes. Voor. Wie heb je allemaal? Lina. Ze maakt iedereen kapot. Deze key. Rechtsback. Ja, toch. Ja. Mijn rapje. Even een beetje bukken. Nee, bro. Melle. Onze Melle. Hilo legend. We hebben twee mannen die nog nooit hebben verloren bij Tuzani TV. Dus vandaag wordt geschiedenis. Eén van jullie gaat verliezen. Wat gaan we van jou verwachten vandaag? Acties. En veel doelpunten. De oude Melle is back. Nu tijd voor de quiz. We gaan beginnen. Welke speler vertrok van Tottenham naar Ajax? Bergwijn. Welke spitsenduo gaat het aankomende seizoen weer de doelpunten maken? Harry Kane, Son. Noem zoveel mogelijk spelers die voor Tottenham aankomend seizoen gaan spelen. Kulusevski, Son, Mora, Tanganga, Romero, Joris, Kane, Aurier, oké, ga door. Wings, Harry Wings, Dyer. Go! Wie is de nieuwe trainer van Manchester United? Ja, welke drie spelers uit de Eredivisie spelen komend seizoen voor Manchester United? Ja, Martinez en... help me alsjeblieft. Die in de Eredivisie hebben gespeeld? Eriksen. Manasia, Martinez. Ja, Eriksen. Ja. Oh, Eriksen. Wat heeft dat? Nee, dat kan niet. Noem zoveel mogelijk spelers die voor United spelen aankomend seizoen. De Gea, Henderson. Martinez, Eriksen, Ronaldo. Sancho, Rashford. Fernandes. Tommy Maguire. Waar speelt nu Donny van der Beek? United, man, dat is mee in paniek. Waar is wel echt? Praat hem eens duidelijk. Als ik hem laat, ga ik geen €5 Niemand van jullie krijgt joker of allebei. Tommy Maguire! Als je goed naar hem kijkt, is hij de goedkoop versie van Sillissen. Kijk. Ja, als je naar Sofia Tuzani kijkt, is hij scheidsrechter met scheenbeschermers aan. Wat? Ho. Melle, kom eens even hier. Hebben scheidsrechters geen scheenbeschermers? Heb je dat ooit? Nee. Nog nooit! Dus een scheidsrechter kan nooit getackled worden? Dat is wat jullie eigenlijk zeggen? Niet. Sofia Tuzani. Fantastische speler. Spelregel kennen. De boys hebben gelijk. Je draagt de scheidsrechter geen scheenbescherming. Het is wel aan te raden. Doe ze elke week het bierviltje achter het kousje. Maar ze hebben wel gelijk, man. Hij komt met scheenbescherming. Luister. Er zijn scheidsrechters die dat wel doen. En als je dat doet, ben je een legendarische scheidsrechter. Mee eens. Ja. En ook alleen legendarische scheidsrechters praten Nederlands in de Premier League. Dus dan ben ik ook echt... Zo. Ja. Yes, kom er lekker uit. Dat. Ja. En Tottenham Hotspur heeft dubbele sponsor. Adidas en Nike. Weet je wat echt apart is? Dat deze man met niemand verbonden is. Wat voor me? FIFA. Met wie ben jij verbonden? Barclays. Barclays. Hoe heet dat? FA. Ik krijg trouwens even door. We hebben een speciale giveaway door Viaplay. Wil jij een Premier League shirt winnen? Dan moet je het volgende doen. Hoe vaak heb ik Premier League in deze hele video gezegd? Hoe vaak heb ik Premier League gezegd? Laat het weten in de comments en dan krijg jij van Viaplay een mooie giveaway. Premier League shirt. Hallo? Ga nou weg, jongen. Laat me even... Ik wil gewoon weten met wie jij verbinding hebt. Mag ik even jouw kabeltje zien, alsjeblieft? Is Bluetooth. Ik mag even je kabeltje zien, alsjeblieft. Wat voor kabel? Hij is via die iPhone zo. Ja, je trekt hem net eruit. Hij zat erin, man. Was dat het? Klein applausje. Mijn lieve, lieve teamgenoot. Waarom lach je? Ik ben bloedserieus. Nee, het gaat heel goed. Vandaag zijn wij niet op Old Trafford. Ja. Wij zijn hier. Gewoon hier, samen. Maar al onze fans zitten nu in Old Trafford de livestream te kijken. Doe het voor de buurt. Doe het voor de straten. Doe het voor FC Straat. Doe het voor United! Hey! United. Trouwens, niet geloven wat Achie heeft gezegd. Hè. Dit ding doet het gewoon prima. Kruispas! Hop! Amerikaan!
Eén voor alle, alles voor United! Ja! Ja, ja goed. Ik verbind. Ja. Ik United. Ik United Manchester. Oké, jongens, we gaan een warming up, heel simpel. Achteruit. Hij dacht, we doen het. Dat is die warming up. We besparen onze energie voor de wedstrijd. We hebben geen lange koenactie. Nee. We staan op het veld. Had hij maar een warming up ooit gedaan, dan was deze iets plat. Het feit dat Koen een keeper is, heeft alleen te maken dat hij nooit had gekozen op pleins. Randy, ben je klaar? Hey, dit keer even opletten, alsjeblieft. Waarom speel je met Pet? Ik kan hem ook afdoen, maar Benzema speelt niet bij Tottenham. Je moet je begrijpen. Ja, maar wie speelt wel met Pet bij Tottenham dan? Harry Kap. 3, 2, 1, komt ie maar. Tottenham, Hotspur aan de bal. Oh, steekbal. Oh, Kunzitun. Achie. Je lafoe. Oh! Rendo, kom eens. Je hebt verloren. Hey, wacht. Jaden, kom eens. Wat is er? Ja, je mag niet over de lijn. Ja, beter? Je hebt verloren. Jij bent scheids. Ja, klopt. Dus ik bepaal wie wint. En jij hebt verloren. Lina tegenover Isra. Melle loopt door. Oh, kapbeweging. En met links. Oh! De mooiste goal van de dag. Lina Touzani is de naam. Manchester United op 1-0. Tottenham Hotspur in problemen. Besef met haar linker en ze is rechts. Hè. En dan nog tegen Kidjani. Yunus dribbelt in, speelt in. Achie, wat een redding van Koen. Hij mag in één keer inderdaad. Doelpunt! Oh! Hey boys, ik wil niet vervelend zijn, maar tot nu toe hebben alleen de meiden gescoord, hè? Kidjani gaat schieten. Bang! Kidjani. 2-1 voor Manchester United. Oh, mooi gedaan. Not Arsenal. Melle tegenover Achie. Oh, Achie. Oh, Lina staat vrij. Met links! Ja hoor, dat doet ze gewoon. 2-2. Het is weer Lina met haar verkeerde been. Maar heeft zij wel een verkeerde been? Volgens mij is ze links en rechts. Bang! 3-2. Koen stond erbij en keek ernaar. Tegenover Younes. Raffi moet snel handelen. Goed gedaan. Melle. Ja, er is ruimte. En oh, wat een redding weer van Kidjani. Wat een goal van Kian. Kian is sterker, sneller. Maar is hij ook slim? Oh, dat doet hij slim. Oh, Raffi. Ai, gevaarlijk. Andere kant, Achie. Oh, Kian doet dat toch sterk. Uit, bal voor Tottenham. Ja, slim. Jullie hebben beide nog een joker, hè? Melle blijft sterk. Oeh, jammer. Stijn gaat door. Kian gaat door. Wat een battle. Dit is echt Premier League. Dit is strijd, hè? Ja, dit is strijd. De Premier League gaat op en neer, zoals je weet. Redding van Kidjani. Wist precies welke hoek hij op moest. Koen. Kijk, Koen zijn schot. Oh, was een mooi assist. Hey, fuck met jouw schot, bro. Even serieus, man. Die man. Keepers kunnen toch goed schieten, of niet? Oei. Younes. Oei. Hier een laatste tegenstander skiën. Oh, goed gedraaid, zeg. Nee. Hij heeft het. Voeten zijn binnen. Younes. Sterk, Raffi. Hey, besef, de kleinste man van het veld. Eindelijk is Rauco niet de kleinste van het veld. Hey, binnen je lijn staan, Koen. Ja. Ai. En opeens begon het keihard te waaien en te regenen en was het tijd voor een tussenstop. Melle heeft gezegd dat hij de joker in gaat zetten. Is het team daarmee eens? Ik weet van niks. Kijk, het was ineens Engels weer, dus ik moest even gaan schuilen. Leuk, man. Huh? Maar zij hebben het al bepaald met z'n vieren. Je kan niet gewoon vieren, zeg maar. We zeggen vieren. Zeg eens vieren. Vieren? Vieren. Loop vast. Wat is met jou? Ik begrijp eens heel dus wij hebben corner en halen ons aanval eruit door een joker in te zetten. Ik heb gezegd, je mag een joker inzetten zolang het maar binnen de wedstrijd is. En ja, die bal moet uit zijn. Die bal is uit. Joker voor Melle. Wie gaat hem nemen?
Dus oké, mag waarom moet je nou weer doen? Ik wil een vraag stellen. Nou als hun een penalty hebben en ik wil mijn joker zetten, gaat hun penalty weg. Dus dan nemen wij een scoringskans van me af. Als ik hem laat, ga ik geef je betaal 5 euro. Nee, maar ze willen dat ik gelijk heb. Wij hebben een corner, hij wordt van ons afgepakt omdat hun dan dat met die joker wil inzetten. Dus je krijgt zometeen niet de corner als het klaar is? Dat vraag ik jou net. Ja, natuurlijk wel. Dat heb je niet gevraagd. Dat heb jij niet gevraagd. Dat heb je wat zeggen nou. Kom op Zavier, kom Zavier. Wij zetten ook onze joker in. Oké, 3, 2, 1, go. Oh. Oh. 6-5, op hem niet. Oh. Heb je ooit scheidsrechter gezien met de vest? 7-5. 7-6. Ze komen terug. Hoi, Lina, wil het doorheen. Oh, handsball. Shootout. Woef. Wacht, check dit maar. Donut. Dit verdient echt 3 herhalingen. Kian, Lina. Lina! Lekker achie. Goeie snelheid. Melle. Ja, slim gespeeld. Gaat hem afleggen, let maar op. Oh, Isra. Hey, Melle zit ertussen. Melle zit ertussen. Oh! Oh, goed gedaan. Melle zit ertussen. Hij ziet alles. Nummer 10 dingetjes. Gaat met links schieten. Dat was de laatste goal. Melle is met Manchester klaar voor de finale. Ik zie in de finale. Oh, je bent wat zei je? Niet. Ben je door? wat zei je? Zei? Ik zie, oh, je bent waar, er niet. Waar ben ik? Ik zie je in de finale, man. Nee, man, bro. We moeten het leuk houden. Ik zie hem in de finale. De laatste keer dat United echt in de finale stond, was alweer heel lang. Tegen Ajax in de Champions League. Nu lachen ze samen, maar in de volgende video staan ze tegenover elkaar in de finale van deze speciale Premier League editie op Touzani TV. De echte Premier League is vanaf nu alleen te zien op Viaplay.